dat natuurlijk het kraken is verboden. En we hebben nu vernomen dat de wijkagenten in iedere wijk zijn aan het inventariseren welke kraakpanden er zijn en wat er allemaal aan de hand is. Dus moet je voorstellen dat mensen zitten rustig op de bank in een gekraakte pandje en dan belt de wijkagent een week aan en vraagt dan, is het gekraakt? En zeggen mensen, ja, dank u wel. Dus we houden op de hoogte, ik ben heel benieuwd waar naartoe gaat. En dan nu, dames en heren, heel veel aandacht voor het historische moment van Arthur Krik. Arthur, we hadden ons allemaal verheugd op blote vraag. Ja, nee, ik had op Facebook aangekondigd dat ik het zou gaan hebben over het eerste naakt op de Nederlandse televisie. Dat was Phil Bloem, ergens begin oktober 1967. Overigens in Den Haag. Nou.